Ja, natuurlijk Fish hier weer en vandaag weer een nieuwe Road to TDM Moab. En om even te laten zien, Weekly, ik heb nog niet gespeeld, want ik heb gewoon helemaal geen tijd eigenlijk ervoor, zowat. Ik ga nu in ieder geval TDM spelen, hij zat op Ground Wars zelfs, dat komt volgens mij van Nerds nog af, van vorige week. Waar ik dus een Moab gehaald heb trouwens, in Nerds. Als jullie nog niet gezien hebben, Nerds op Paul's kanaal, moet je dat vooral even doen. Oh my god. Fallen. Ik ga toch Fallen kiezen. Ik hoop dat ik een goede keuze maak. Ik vind echt Lockdown echt een teringmap. In verband met die spons. Nou, weet je wat? Ik vind het eigenlijk niet erg. Want die spons zijn irritant. Met Domination. Ik doe toch DDM Lockdown. Maar ze kiezen toch Fallen, zo te zien. Even kijken wat we gaan mee spelen. Ik ga een keertje spelen met de M4. Ja, de M4. Oké, ik heb wel Hardline op staan, maar dat heb ik expres gedaan. Hè? Niet zeggen van, hey, je moet Quickdraw gebruiken. Je hebt gelijk, je moet Quickdraw gebruiken. Maar ik moet toch die Moab halen. Ik heb beter eerst met Hardline beginnen. Als ik dan heb ik in ieder geval meteen na Hardline, heb ik bijvoorbeeld met Scavenger extra kogels. Heb ik in ieder geval Sly Event weer extra. En dan Assassin unlocken. Nou, weet je wat ik doe? Dan zal ik wel als laatste Strike Package Specialist even in plaats van Marksman. Want dat is eigenlijk een beetje onzin. Nou ja, het is wel handig hoor, als erbij, maar dan gebruik ik Quickdraw. Dus Slide of Hand Assassin Quickdraw. Natuurlijk wil ik ook natuurlijk zo snel mogelijk wat steelty zijn. En dan zie ik dat het ineens Lockdown is geworden. Jezus, dus dan kan ik eigenlijk niet met die M4 spelen, want het is echt een long range wapen. Vind ik persoonlijk. Wat zal ik dan doen? Zal ik toch mijn, gewoon, doen? Of een P90? Ik heb P90 maar op zo'n keer gehaald. Wat zal ik doen? Ja, ik wil toch close quarters, dat ik een snelle wapen moet hebben, een SMG. Dus dan ga ik met de P90 spelen. Dan speel ik ook met Hardline trouwens. En unlock ik Scavenger. Jezus mensen, echt een kut strike ding. Maar ja, ik had er eigenlijk niet op gerekend dat het natuurlijk dit ging worden. Maar op zich maakt het ook niet zoveel uit als je gewoon als specialist hebt, hè, dan heb je gewoon natuurlijk gewoon alles. Dus je moet er trouwens even achterlaten wat jullie van vinden. Kijk, er wordt vaak gezegd van ja, je moet aanvallende spelen, je moet verdedigende spelen, je moet... Wat, waar zit hij? Wauw. Oh my god. Ik vind het nadeel wel dat ik nu hier sta. En UAV's. Nee, niet verraden. Godverdomme. Echt kut, ik moet 1 kill voor Assassin. Oh nee! Oh. Holy fuck. Holy fuck. Specialist. Ik hoor iemand lopen. Zo fucking irritant. Oh. Oh. Nee, ik had damage. Waarom ga ik niet bukken, Chris? Dat is zo dom ook toch. Zo mijn eigen fout. Ah. Oh. Oh, af en toe ben je ook een lompe lul. Wil ik toch het duel aangaan, snap je? En dan... Jongen. Nou, oké. Dat is wel... Dat heet campen. Jezus. Wat zat hij doen? Nou ja, ik ga wel capturen. Oké, nice. Heads up, enemy UAV spotted. Nee.
Oh. Kom op. Go, 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 go. Oh my fuck. Oh my fucking god. Waar moet ik naartoe? Deze gast gaat dood. Waar zit hij? Oké. Nice. Oké. Waar zit hij? Waar zit hij? Daar loopt er een. Daar loopt er een. Oh! Na! Hoe kan je mij zien? Oh, er was iemand anders. Oh, ik dacht, zag het verkeerd. Godverdomme. Oh, 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 oh. Dat zag ik gewoon anders. Ja, daar kon ik echt weinig aan doen. Ik dacht gewoon dat die gozer was. Oh, we gaan het alweer niet halen. Zo lastig. Zo lastig. Ah. Kut. Sorry dat hij ook trouwens... We kunnen daar in ieder geval even... Oh! Ja. Twee mensen. Echt, echt, echt jammer. Holy shit. Heel. Zo. Nice plekje. Of vind ik zelf? Zeer zielig is dat hoor. Zeer zielig. Maar ja. ...26-6! Eerste potje. Eén fout van mij. Moet ik eerlijk zeggen, tweede kon ik zelf weinig aan doen. Want ik zag het gewoon precies dat die crosslink ging lopen. Ja, dat verwacht ik ook niet. Oh, maar ja, de eerste is gewoon mijn fout. Klaar. Punt. Ja, daar kunnen we weinig aan doen. Jij hebt zulke dingetjes, dan maak je een fout en dan veroorzaak je jezelf die shit, hè. Nou. Oké, kom op, volgende potje. Hardhead. Ja, dan kunnen we in ieder geval met M4 gaan spelen. En ik was trouwens weer MVP geworden voor de makkelijkheid. Jezus, more skills, longer skills natuurlijk. Ja. Ja, ik had wel weer een lange skills natuurlijk. Ah, maar jullie moeten ook het trouwens achterlaten. Of bij de comments, of ik het zeg maar, of het mag zeg maar, dat ik gewoon ook echt camp zeg maar. Dat jullie zeggen van nou, weet je, het doel... rechtvaardig middel, geloof ik dat het is, toch? Ik weet niet precies hoe die gezegde gaat ook weer. Maar in ieder geval dat jullie zeggen, nou, maakt niet uit hoe je hem haalt, als je hem haalt. Gewoon. Want ik hoor veel commentaar van, de ene keer zeggen ze van, je moet je camper. En de andere keer zeggen, je moet niet veel rushen. Ja, what the fuck moet ik dan doen? Ja, toch? Dus mogen jullie het ook wel gewoon achterlaten. Jullie mogen trouwens klasses achter me laten. En vier is trouwens achterlaten door Twin Carp. Dat kennen we allemaal natuurlijk. Maar ja, ik heb wel een beetje mijn eigen klas eraan, maar in ieder geval met de M4, snap je? Ik probeer ja gewoon kijken wat het handigste is om mee te spelen. Je merkt wel dat ze trouwens veel met UFC spelen, dus dat is wel een klein nadeeltje. Nou, hier lukt in ieder geval na 3 points alweer een session, dus dat is gewoon fijn. Dus, kijk, en bij een SMG heb je niet quick draw nodig gewoon, eigenlijk. Dat meen ik serieus, je hebt geen quick draw nodig. Want dat... Het is al licht, snap je? Dus het is leuk dat het erop zit als je een specialist hebt, maar ik vind zelf niet. Nee. Nee, vind ik niet zo belangrijk. Nee. Maar ja, dat is mijn mening, hè? Dat is mijn mening. Ja, toch? Vergeet dan niet ondertussen een duimpje omhoog te laten, natuurlijk. Dat is ook leuk. Nou. Oh, als je verkouden bent, dan is het zo fucking irritant. Ah, het begint al minder te worden. Het begint al minder te worden. Gisteren heb ik echt op bed gelegen. En toen zei ik ook van, ging ik die commentary maken toch van de 16.666 abonnees. En toen was ik ook echt, moest knippen joh, in die commentary.
Ik kreeg maar niet van. Ik kreeg maar niet. Zo! Dat is niet heel erg aanvallend, hè? Zullen we maar zeggen. Jezus. Zal ik even helpen, jongen? Met je portable. Ga je nou echt zeggen? Jezus. Met je. Nou. What the fuck, zeg. Nou. Ja, ik weet al zeker dat je dood daar. Kijk, er zit er al eentje te campen weer. Wat? Er zit er nog één. Wat is dit dan voor campers? Scheel 1. Oké. Duidelijk. Oké, nou. Hier kunnen ze het krijgen. Want dit... Deze kasten zijn zo... Nah. Jezus. Ja, komt er één. Waar zat hij? Enemy behind. Heb ik dan blind eye of zo? Nee, ik heb geen blind eye. Wat een kutpotje. Ik weet nu al dat dit een kutpotje wordt. Nog niet dood? Toch gokken. Oh, last stand! Wat een. Wat? Oh, kom op nou! Please lopen! Lopen! Wat een kut, sorry zeg. Echt, je hebt echt stelletje Mongolen. In de game. En een assassin. Oh. Oh, 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 oh. Wegwezen, wegwezen. Nog dood! Jezus. Oké. Okay. Die is een claymore. Na! Oh! Nou, nah, dit is echt een... What the fuck, zeg. Jongens, ik kan je nog eens tegen campen. Want deze campen... Zelf gewoon als een... Nee, ze campen niet. Ze spelen gewoon raar. Ja. Nee, weer stunt. Oh, ik word echt helemaal gek van nu. Wat de fuck zeg is dit? Ah, jongens, in het midden campen. Kleekut natuurlijk. Wat een Mongolen zijn dit, zeg. Ja, dit is echt. Nou. What the fuck, zeg. No. Nou, 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 face! Fuck jou! Doe nou net niet, doe niet alsof je echt er bent. Dat ben je niet. Tjonge, jongen. Deze gasten zijn al wel heel erg, hoor. Je zit in een hoekje te campen, ja, te wachten, heb ik, ja, hier kun je niks aan. Hier kun je echt weinig mee doen, serieus, sorry dat ik het zeg, maar hier kun ik echt weinig mee doen. Deze gasten zijn te camperig. Ze halen nog streaks ook nog, dat is nog het ergste!
Claymore hier. Hij stapt er ook nog in. Jongen, jongen, jongen. Jongen, jongen, jongen. Eet je er nog? Blind Eye Assassin en een Assault spelen. Echt, meen ik serieus. Dat is echt schandalig hoor. Serieus, dat vind ik echt schandalig. Blind Eye Assassin spelen en dan met Assault. Jongen, jongen, jongen. Weer Claymore daar. Ik ga hierin. Jongen, jongen. Jongen, jongen, jongen. Oh, wat een potje. Wat een potje, zegt dit. Jezus, mensen. Jij met je Blind Eye Assassin en Assault. Kijk, Blind Eye Assassin is echt niet erg. Hè? Ik ben serieus. Blind Eye Assassin is niet zo heel erg. Maar hij speelt dan wel als pessimist. Alsjeblieft. Pessimist. Assault spelen met Blind Eye Assassin. Dat slaat echt totaal gewoon echt... Dat slaat gewoon helemaal nergens op. Dat is dat heeft nergens mee te maken. Serieus. Heeft nergens mee te maken. Wat heb ik gehaald in godsnaam? Deze twee potjes als streak. Een 9 streak. Terwijl 2 bij 42 ratio. Nou jongens, ik zou zeggen jongens, geef een duimpje omhoog toch nog. En ja, dit hoort er ook bij gewoon. Ja, zo'n potje, ja. Je uploadt wat je doet, hè. Zullen we maar zeggen. Tot de volgende keer. Bye bye.